Jullie zijn allemaal vallen. Rob Sol. Wij hebben altijd twee vaste vragen. Nou, de eerste heb je gehad met het applaus. Dat is een beetje het equivalent van de waardering die je thuis krijgt. Nou, die heb je als je al zo lang samen bent. De tweede is altijd verliefd, verloofd, getrouwd. We weten nu dat je al heel erg lang met Rob bent. Waar heb je hem leren kennen en hoe ging dat? Nou, zo slecht is het. Geen idee. Ik heb op een gegeven moment hem ontmoet bij een gezamenlijke Vietnamese, ik doe maar even tussen haartjes met mijn vingers nu, vriend in de Bijlmer. Ja. En dat is eigenlijk een soort rare halve verkering die ik had met die jongen. Die had ik dan ergens leren kennen. En op een dag kwam ik, was het op een dag of een nacht, ik weet niet. Die jongen leefde precies omgekeerd. Dus als ik bij hem aanbelde, had hij dan ergens weer, was hij gaan stappen. En toen kwam ik binnen en toen zat Rob daar met een heleboel anderen. Waren ze gaan stappen. En daar zag ik hem. Was het al gelijk dat je, toen je hem zat, die kriebels had? En je denkt, was het gulzigheid? Of was het gewoon aardig mens? Nee, gewoon een normaal, leuk, reëel, verstandig mens. En hij zag er goed uit. Dat is wat mij naar hem blijkbaar deed. Zo zijn we elkaar ontmoet. Dat is meer dan 30 jaar geleden. Ja, maar dus, daar moet je even over terugdenken. Ja. En ik heb dat was ook een dagje ouder. Ja, ik ben ook een dagje ouder. Wat ben je nu eigenlijk? He? Ik ben nu net 60 geworden. Ja. Ja. Nou, 60. Ja. Ja. Lekker jong nog. Ik hoop het over 10 jaar mee te maken allemaal. Ja, ja jongen. Wij hebben elkaar. Dit was Rob. Mooi. Is dit uiteindelijk ook... het antwoord kun je eigenlijk al weten natuurlijk. Het is begonnen met als de man van je droom. Is dit ook de man waar je echt heel oud mee wordt? Zeker. Ja. We hebben eigenlijk vanaf het begin al toen we elkaar ontmoetten, het idee gehad van alles gaat nu twee keer zo snel. Dus we vulden elkaar op zo'n manier aan. En nog steeds. We hebben totaal andere karakters samen. Maar dat werkt zo goed. En ik ben nog elke dag zijn we aan het praten. En vinden we elkaar opnieuw uit. Het is bijna niet uit te leggen. Maar als je dat merkt, en dat hadden we in het begin eigenlijk al in de gaten, heb je het idee dat je een hele lange basis kan leggen voor een relatie. Maar goed, je wilde wel heel graag, sterker nog. Want je was zo desperaat dat je vroeger wel eens een keer, ik meen dat het Vrij Nederland was, een contact dat we in zin hebben gezet. Hans, heb even opgesnord. Ja. Ik heb de advertentie hier. Lieve jongen, nou, daar ging het wel mis natuurlijk. Nee, dat stond er helemaal niet. Ik heb een briefje naar de Volkskrant gestuurd. Oh, ja. En die moest je dan toch persoonlijk langsbrengen ook. Ja, als je haast had. Ik heb altijd haast in het leven. Ik ben altijd ongelukkig geweest. Jammer. Dus ik had ook een briefje. Ja, jammer. Dus ik kom bij dat loket. En ik zeg tegen die vrouw van, nou, dit is de advertentie. Dus ze zegt, nou, moet hij er vanavond toch in? Ik zeg, nou, als dat zou kunnen.